070. Hallo jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe 070 Fortnite video. En dit is de eerste video in chapter 2. En dit gaat even een korte video zijn over een nieuwe instelling die is gekomen in Fortnite chapter 2. En dat gaat namelijk om deze instelling. Hij staat in je oude instelling menu en hij heet... even kijken... Confirm edit on release. Normaal gesproken zou je namelijk editen. Laten we even iets bouwen. Mijn edit zit tegenwoordig op L1. Dan selecteer je hem met L1. Dan sleep je hem met R2. En dan gebruik je een confirm button. Wat bij mij dus L2 is. Om door je edit heen te gaan. En in chapter 2 is er dus een nieuwe instelling gekomen. En als we die aanzetten, dan zal je zien dat we veel sneller zijn in het editen. En de meeste van jullie hebben dit al gezien, daarom een korte video. Maar voor de mensen die het nog niet weten en die het nog twijfelen om het te gebruiken, zal ik even laten zien waarom je dit zeker aan moet zetten. We gaan terug naar Confirm Edit on Release. Die zetten we weer op aan. En wat ik nu doe, stel we maken nu een platform. Dan is het dus alleen L1, R2 en je laat R2 los en je gaat er al doorheen. En ik heb al verschillende mensen gehoord die twijfelen om het aan te zetten, omdat bijvoorbeeld bij een dubbele edit denken ze dat je daarmee in de war raakt ofzo. Maar ik zal even laten zien een dubbele edit. We zetten een platte en een dakje. Boom. Heel snel er doorheen. Dat gaat echt super makkelijk. De reden waarom je dit sowieso aan moet zetten is omdat elke knop die je minder in hoeft te drukken, je hoeft je één knop minder in te drukken, creëert een voordeel op jouw tegenstander. Je bent sneller en... ja, waarom zou je dat voordeel niet gebruiken? Een edit die ik bijvoorbeeld nooit kon, kan ik nu wel. En dat is de volgende. Stel je zet deze dubbel boven je, dan is het alleen selecteren, slepen, selecteren. Dus dat gaat gewoon veel makkelijker. L1, L1, R2, L1, R2, L1, R2. Dat is het enige wat je nu nog hoeft te doen. Dat is een edit die mij nooit lukt en nu wel. Dus dat is echt het grootste voorbeeld waarom je dit moet gebruiken. En zoals altijd, probeer het in ieder geval gewoon. Waarom zou je geen gebruik maken van de mogelijkheden in het spel? Dit is een mogelijkheid die Epic biedt om jou sneller te maken, om jou beter te leren editen of beter te laten editen. Dus probeer het. Vind je het niks, zet het uit. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je het niks vindt. Super goede instelling in chapter 2. Verder wil ik even zeggen dat chapter 2 echt heel gaaf is. Het eiland is kicken en alles is gaaf. Veel mogelijkheden. Binnenkort een nieuwe video. Nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie weer in de volgende video.